Ja, de volgende presentatie zal ik doen. En dat gaat over risico's. Risico's in de vroege ouder-kindrelatie. Ik heb de presentatie opgeknipt in tweeën. Dus 20 minuten voor de pauze en 20 minuten na de pauze. En ik heb me gerealiseerd dat ik met deze titel risico's in de vroege ouder-kindrelatie, dat ik wel een beetje een risico genomen heb voor mijzelf. Want ik weet niet hoe het bij jullie is, maar ik heb het gevoel, tegenwoordig mag je eigenlijk niet meer praten over risico's. Niet over problemen, maar over kansen. Hè, en over uitdagingen. Hè, en normaliseren. Dus ik dacht van ja, kan ik dit eigenlijk wel doen? Hè? Misschien als je praat over risico's en over problemen, dan word je al gauw in de hoek gezet van het oude denken. Hè? En we moeten naar het nieuwe denken, we moeten naar het omdenken. En dan moet je niet over risico's praten. Dus een beetje voor mij het risico dat ik door jullie als een oud denker word gezien. Nou ja, dat moet dan maar. Ik heb er toch voor gekozen om dat te doen. En ik wil jullie eerst eigenlijk even iets voorleggen. Een paar weken geleden kreeg ik een mail van een collega van de volwassen GGZ. Ik werk bij de jeugd GGZ en we werken heel goed samen met de volwassen GGZ hier in Zwolle, bij de Dimensgroep. En in die mail stond, Hanna, ik wil je eigenlijk even om advies vragen. Ik heb een mevrouw in behandeling, uiteraard noemde ze geen naam. En die mevrouw is hier, is nog een vrij jonge vrouw en die is aangemeld met angst- en stemmingsklachten. En ze is 5 maanden zwanger. En zij is nog helemaal niet bezig met haar baby. Ze is praktisch nog niet bezig met voorbereiden. Maar ook mentaal is ze nog niet bezig met de komst van de baby. En ik maak me daar zorgen over. En ik vraag me af of ik daar iets in kan doen. Of wij misschien samen, jullie als jeugd GGZ en wij als volwassen GGZ, of we daar samen iets in kunnen aanbieden. En toen ik dat zo hoorde, vroeg ik me af, waar maakt deze collega, het was een SPV'er, waar maakt ze zich zorgen over? Is het om haar cliënt, de moeder die misschien straks als de zwangerschap voldragen is en de geboorte van de baby is er, zou ze die overgang goed kunnen maken naar het moederschap? Is dat haar zorg, of ze dat zou kunnen? Of gaat haar zorg meer over het kindje, van hoe het voor het kindje is om te groeien? En misschien wel genegeerd te worden. Merkt die baby daar iets van? Of is dat een beetje gepsychologiseerd over beginnend leven? Of zou ze zich zorgen maken over de vroege ouder-kindrelatie? Over de prenatale hechting? Maar nog voordat ik eigenlijk gereageerd had op die mail, kwam er al een mail overheen. Hanna, wil je mijn vorige mail als niet geschreven beschouwen? Ik heb het nog even aan mijn team voorgelegd. En mijn team vond het eigenlijk nog te vroeg om hiermee aan de slag te gaan, om met deze moeder daar iets mee te doen. Deze moeder heeft al problemen genoeg en misschien moeten we even afwachten, hè, en kijken hoe het zich ontwikkelt als de baby er is en dat we niet gaan problematiseren. Ik ben heel erg benieuwd, wie van jullie voelt eigenlijk het meest mee met deze hulpverlener, de SPV'er, die zich zorgen maakt om de baby, om de moeder of om de ouder-kindrelatie, dat weten we natuurlijk niet. Zouden jullie vinger op willen steken? Wie van jullie voelt het meest mee met de SPV'er? Oh, dat zijn er heel wat. Ja. En wie van jullie voelt het meest mee met het team? Die zegt van nou, even afwachten, niet te vroeg. Niemand? Oh, dat is echt verrassend. Want de volgende vraag zou zijn, wie voelt er mee met beide? En ik moet zeggen dat ik dat wel een beetje ook had. Hè? Ja, zo van, dat is een beetje het dilemma altijd. We hebben heel veel kennis, we weten hoe belangrijk dat eerste begin is. Zowel voor de moeder als voor de baby, als voor de ouder-kindrelatie. En toch voelt het ook altijd een beetje als van, ja, hoe maak je dat bespreekbaar? Hoe kom je daarmee binnen en maak je het dan nog niet moeilijker voor deze, in dit geval voor deze moeder? Goed, dat was een. Waar gaat deze presentatie over? Ik wil eerst eigenlijk iets vertellen over de breinontwikkeling. Daarna iets over trauma of stress in de ouder-kindrelatie. En dat gaat over de ACE-studies, waar Maya het net ook al even over had. Dan is het pauze. En daarna zal ik de risicolijst presenteren, onder andere.
Daar ga ik straks al meer over vertellen. Maar het eerste is eigenlijk een soort inleiding, een soort opmaat om die risicolijst ook goed te snappen. En er zitten veel overlap of aanknopingspunten in de verschillende presentaties. En dat jullie niet denken van, ze hebben helemaal niet overleg met elkaar gehad of het niet goed afgestemd. Dat hebben we wel. Maar het is ook vanuit didactische overwegingen dat we bepaalde dingen terug laten komen. Ja, zodat je het beter aan elkaar kan knopen. Dat er niet alleen maar heel veel nieuwe informatie is. Als we het hebben over breinontwikkeling, hè, dan is dit denk ik een heel erg belangrijk staatje, waarbij je ziet hoe het brein zich in de eerste 2 jaar ontwikkelt. Kijk, hier is het 2 jaar en dan zie je dat het brein eigenlijk al 80% van het volwassen breingewicht heeft. Dus in die eerste 2 jaar en ook tijdens de zwangerschap is er een enorme groei van het brein. Vandaar denk ik ook het belang van dat deze kennis over de breinontwikkeling is ook heel ligt ook ten grondslag aan die 1001 kritieke dagen en ook aan die kansrijke start. En dan zie je rechts dus inderdaad hoe het brein zich ontwikkelt tijdens de zwangerschap. Hoe snel dat gaat. En hoe dat brein zich ontwikkelt. Hè, het brein is afhankelijk van omgevingsfactoren. En vooral dat filmpje wat Maya net liet zien, ook dit plaatje hebben jullie net gezien. Hè, van hoe juist ook in die stimulatie en in die interactie, in de relatie, hoe dat brein zich ontwikkelt. En dat je hier kan zien, als het is een pasgeboren babytje, dan zie je de connecties tussen de neuronen in het brein. En bij deze is ze een half jaar en dan zie je wat er gebeurt. Hoe snel dat gaat. En dat gaat op grond van alledaagse interacties, input, waardoor er allerlei verbindingen gelegd wordt tussen de neuronen en er een heel netwerk ontstaat en hoe dat netwerk steeds dichter wordt. En ook weer, daarna wordt het ook weer minder, want dan wordt er eigenlijk gesnoeid en dan ontstaan er meer snelwegen, zou je kunnen zeggen. Dan krijgt het steeds meer zijn structuur. Dus de eerste 18 maanden 1 miljoen verbindingen per minuut. Dat is echt ongelooflijk veel. En dit is een PET-scan van 2 breinen, van een 2-jarige. En de linkse is van een normale ontwikkeling. En de rechtse is van een weeskind uit Roemenië, die heel veel stress heeft gehad door onderstimulatie, verwaarlozing, misschien wel mishandeling. En dan zie je dat er dus letterlijk gaten in het brein zitten. Dat er gewoon lege plekken zijn, omdat het kind niet genoeg gestimuleerd is. Dus aanhoudende stress leidt tot een andere ontwikkeling en architectuur van de hersenen en ook tot ziekte. En aanhoudende stress vraagt enorm veel energie en deze gaat ook ten koste van de breinontwikkeling. Bruce Perry heeft daar heel veel over geschreven en gepubliceerd. En er is ook een trauma-academie waar die ook op internet kun je er heel veel over vinden. Maar die zegt eigenlijk, als er veel trauma's zijn, dan wordt het brein eigenlijk daar ook op afgestemd. Vooral als het eigenlijk, dan komt er een alarmreactie in het lijf. En als het langdurig is, dan blijft het hele lichaam en steeds alert, alsof er gevaar komt. En dat verandert dus het breinsysteem. Of de ontwikkeling van het brein en de hersenen. Nou, Marja had het net al even over de E-studies. Wie kent de E-studies? Voordat, het is een heel groot onderzoek, hè, bevolkingsonderzoek in Amerika, waarbij wel 17.000 mensen vragenlijsten hebben ingevuld. En daar hebben ze gekeken naar, die vragenlijsten gingen over de gezondheid dus en over de negatieve of ingrijpende jeugdervaringen voor het 18e jaar. En daar is een soort top 10 uitgekomen. En dat zijn dus misbruik, verwaarlozing en gezinsdysfunctioneren, zou je kunnen zeggen. Ik denk dat het voor zich spreekt, hè, de mishandeling, de verwaarlozing. En dat gezinsfunctioneren, dan is er een gezinslid met een psychische stoornis, 1 gezinslid in de gevangenis, de moeder wordt mishandeld of bedreigd, er is sprake van middelenmisbruik of van scheiding. En
Dat zijn dus eigenlijk 10 ACEs, noemen ze dat, hè? 10 traumatische ervaringen die je kan hebben, ongunstige omstandigheden, en die beïnvloeden dus de ontwikkeling en hebben ingrijpende gevolgen of kunnen ingrijpende gevolgen. Dat zijn eigenlijk de risicofactoren. En als je kijkt hoeveel kinderen eigenlijk, als je in de jeugdhulpverlening kijkt en in de jeugd GGZ, hoeveel kinderen er uit gescheiden gezinnen komen, dan hebben ze eigenlijk al 1 ACE te pakken. Hè? Wat Maya net ook al zei, als je er 4 of meer hebt, dan neemt het risico echt heel erg toe. Ja, wat zijn de gevolgen van die ACE's op je gedrag? Ja, want ACE's, hè, die nare jeugdervaringen, die trauma's, die geven stress. En die geven die toxische stress. En die moet je ergens reguleren. Die kun je vaak niet in een relatie reguleren. Hè, want dan zou het gebufferde stress zijn. Dus die moet je op een of andere manier reguleren. En dat doe je door, hè, dat geeft dus een risico op inactiviteit, op roken, drugsgebruik, op alcoholisme en dat je werkloos bent of inkomen mist. En door dat gedrag nemen juist de gezondheidsrisico's weer verder toe. Ik vond het zelf wel heel, je denkt soms van, goh, waarom roken mensen, waarom stoppen ze daar niet mee, of waarom drinken mensen, of waarom eten ze zoveel. Maar goed, als je dit verband ziet, hè, dat je getraumatiseerd bent en je moet ergens die enorme stress die je hebt of die herbelevingen die je hebt reguleren en dat je dan grijpt naar gedrag wat op de korte termijn die stress wel naar beneden helpt, maar op de lange termijn je natuurlijk beschadigt, dan is het op zich wel heel begrijpelijk dat je daar niet zomaar van af bent. Nou, en de gevolgen van die ACEs, hè, voor de fysieke en mentale gezondheid, die laten zich op allerlei verschillende gebieden zien. Je hebt kans op overgewicht, op diabetes, op depressie, op suïcidepogingen nemen toe. Seksueel overdraagbare ziektes, want vaak zie je ook dat er al heel vroeg seksueel gedrag is, wat eigenlijk nog niet helemaal bij de leeftijd past. Je hebt meer kans op hartfalen, op kanker, op een beroerte, op longziektes of op dat je iets breekt. Het zijn de gevolgen voor de fysieke en de mentale gezondheid zijn enorm. Dus er is een verband gelegd tussen traumatische ervaringen in de jeugd en de fysieke en mentale gezondheid. Door Felitti en Anna hebben daar in Amerika dus een hele grote studie naar gedaan. En dat is heel vaak herhaald. Het was al in de 90e jaren. Maar er was heel veel weerstand en er is denk ik nog steeds heel veel weerstand om dat echt tot ons door te laten dringen. Want uit die onderzoeken bleek ook dat 2/3 van de bevolking, of van de onderzoeksgroep, en het zijn niet de laag opgeleide, het waren middelklas gezinnen, volwassenen, die onderzocht werden. Dus dat zijn eigenlijk de gewone mensen. Hè, dat die eigenlijk 2/3 heeft 1 ACEs of meer. En 1 op de 6 kinderen heeft 4 ACEs of meer. Dus als je in een schoolklas gaat kijken, dan zijn dat vaak al 5 kinderen. En dat is echt. En het onderzoek is heel vaak herhaald. En eigenlijk ook in Nederland, ik weet niet of de volgende dia daarover gaat, nee, die komt straks. Komt straks even over het onderzoek in Nederland. En hier zie je hoe het percentage mensen die last heeft van een depressie toeneemt met het aantal ACEs. Dus bij 4 of meer, hè, dan heb je al meer kans op een depressie. En als je op internet kijkt, je kunt zelf ook zo'n lijst invullen. Het is gewoon grappig om te doen, of in ieder geval wel goed om te doen, om te kijken van, hé, hoeveel ACEs heb ik eigenlijk? Grappig is het niet, nee, maar het is wel goed om te doen, omdat je ergens dan ook de contact mee maakt. Van, hé, hoe zit het eigenlijk bij mezelf, hè? En jezelf zie je ook bij suïcide. Hier is het aantal suïcidepogingen. En je ziet hoe snel dat oploopt. Met 1 ACEs, hè, dan valt het nogal mee. Dan zit je onder de 5%. Maar als je kijkt hoe snel dat oploopt. En zo zijn er ontzettend veel mentale en fysieke klachten of ziektes. Als je op internet gaat kijken, kun je ontzettend veel van dit soort staatjes vinden. Dus er is echt heel veel onderzoek naar gedaan. En,
En dit is het onderzoek waar ik net iets over zei. Dat is in Nederland gedaan onder kinderen in groep 7 en 8. En hebben ze de ACEs door vragenlijsten in laten vullen. En de kwaliteit van leven hebben ze met de kidscreen gemeten. En dan zie je hoe snel ook de kwaliteit van leven naar beneden gaat bij de toename van ACEs. Hieronder de toename van ACEs. En hier de kwaliteit van leven. Dus zelfs met één ACEs neemt het al af, hè? Nog 5 minuten? Ja. De invloed van ACEs, nou, gedurende het hele leven. Het begint dus met de adverse childhood experiences, de trauma's. En hoe dat eigenlijk de breinontwikkeling beïnvloedt, en negatief beïnvloedt. En hoe dat vervolgens ook het risico op sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling ook bedreigt. Vervolgens gedrag eigenlijk wat slecht gezondheidsgedrag, ik kan het woord even niet vinden. Hoog risicogedrag voor je gezondheid, dus dat roken en drinken, wat ik net liet zien. Dat daar meer kans op is. Dus je hebt meer kans op ziektes, op sociale problemen en incompetentie. En uiteindelijk dat je vroeger sterft. Dat is echt ook niet, dat gaat niet over 1 jaar of 2 jaar, maar dat kan echt wel over 10 jaar soms gaan. Dat mensen eerder doodgaan naarmate ze meer ACEs hebben. Dus dat is denk ik toch wel schokkend. Tenminste, ik vond het wel schokkend. En je ziet dat. De epigenetische mechanismes. We hebben allemaal heel veel genen. Maar welke genen tot expressie komen, dat heeft te maken met omgevingsinvloeden. En die epigenetische mechanismes, die werken hier dus heel erg in. En hoe dat ook weer van de ene generatie op de andere generatie overgaat. Ik laat jullie een klein filmpje zien. Het is een beetje een heftig filmpje, dus misschien wel goed om je even voor te bereiden, maar toch wil ik het jullie wel laten zien. Het is een college van een Amerikaanse meneer die heel erg pleit voor bewust ouderschap. En dat begint al tijdens de zwangerschap. En om dat te illustreren hoe dat al tijdens de zwangerschap gebeurt, laat hij een experimentele situatie zien waar ouders ruzie maken en dan wordt er een echo gemaakt van het babytje in de buik dus. What it experiences. And then to demonstrate this for you, I want to show you a sonogram. And this is a sonogram that was taken in an experimental situation. That the mother was getting a sonogram, and then the father created an argument with the mother. And to observe what happens to the fetus. Now, if the fetus wasn't really paying attention, it wouldn't really care what's going on. Watch this. It's in Italian. You won't understand it. Watch the fetus. Basta! Mi hai stufato! Non ti sopporto più! Non urlare! Quando un bambino nasce. I'll play it again a couple of times. I want you to see it. The reason is very important for this. This fetus is aware of this argument. Respond and watch it jump. Basta! Mi hai stufato! Non ti sopporto più! Non urlare! Quando un bambino nasce. These are convulsions of panic and fear. The child, fetus, is already acquiring knowledge of what's going on and is downloading this awareness. So what's going on during the pregnant period between the parents is totally influencing the expression of this child and the future of this child. So rather than our belief that the mother is just providing nutrients, we must add this important fact. She provides information. She provides information about the environment. Nou, dat is wel heftig, hè? Tenminste, als ik het zie, en ik heb het al een paar keer gezien, maar ik merk elke keer mijn stresssysteem slaat aan. Hè, want het is zo heftig als dat binnenkomt, als je die hele kleine baby eigenlijk zo ziet reageren van schrik. Hè, dat zo'n klein mensje al zo kan schrikken, terwijl die eigenlijk helemaal niet weet wat er precies gebeurt. Maar zo zie je wel dat al invloed heeft eigenlijk, denk ik, op het hele stresssysteem en hoe het stresssysteem ook aangelegd wordt bij de baby, dat dat eigenlijk al begint in de zwangerschap. Ook de stresshormonen van de moeder, als die hoog zijn, gaan die door de navelstreng ook
deels naar de baby toe. En ook het hele stresssysteem van de baby wordt afgestemd op gevaar. Goed, het is bijna pauze, of het is pauze. We hebben een half uurtje. Maar het tweede gedeelte van mijn lezing, presentatie, gaat over de... Ik wil de risicolijst die we hebben uit Engeland hebben vertaald, die zal centraal staan. Ik zal nog even samenvatten wat we de eerste helft besproken hebben. En dit is een schema van Claudia Boes. Zij doet onderzoek, volgens mij in Hamburg. Ik vond het wel een mooi schema, want dit laat heel mooi ook zien hoe dat in de zwangerschap gaat al. Dat het filmpje ook al liet zien. En zij legt een verband tussen... het trauma van de moeder in de kindertijd. Dus de ACEs van de moeder in de kindertijd. En hoe die dat hele de breinontwikkeling en het stresssysteem van de moeder dus ook al afgestemd wordt op een traumatische omgeving. En hoe dat haar gedrag beïnvloedt, dat hebben we net ook gezien. Hè? Om die stress, die toxische stress die trauma oproept, om dat te reguleren. Dat je dus meer kans hebt op... ongezond gedrag, dat het het lijf beïnvloedt, dat je meer kans hebt op obesitas. Ook het biologische systemen, het hormonensystemen en het immuunsysteem. En ook psychologisch, dat je dus meer kans hebt op psychische stoornissen. Als er nog actueel trauma is, dan beïnvloedt dat ook het hele systeem uiteraard. Dus hoe dat bij de moeder haar psychologische en gedragssysteem bepaald, maar ook hoe dat dus invloed heeft op de zwangerschapsbiologie. Het hormoonsysteem, het immuunsysteem en ook de stofwisseling. En hoe dat dus de baby in de baarmoeder dus ook beïnvloed wordt, eigenlijk al dus voor de geboorte beïnvloed wordt door wat de moeder heeft meegemaakt. Wat die meneer uit Amerika ook zo mooi zegt, van het is niet alleen maar... de fysieke de voeding die via de navelstreng naar binnen gaat. Maar het is ook de informatie, hoe de moeder de environment, de omgeving waarneemt. En eigenlijk is dat ook wel heel mooi, want het is eigenlijk evolutionair. Wordt het doorgegeven. Als er een gevaarlijke omgeving is, is het ook belangrijk dat het stresssysteem daardoor ook op afgestemd wordt. En, maar het evolutionaire gaat zo... langzaam eigenlijk, als die omgeving niet gevaarlijk is, dan blijft toch dat stresssysteem wel afgestemd alsof het wel een gevaarlijke omgeving was. Hetzelfde wat Marja net zei over die onderzoeker die kinderen die in de hongerwinter zijn geboren, die dus eigenlijk op een hele systeem werd afgesteld op schaarste, hè, op schaarste van voeding, terwijl ze nu in een welvarende, waar heel veel voeding is, dus dan klopt het niet meer met elkaar. Dus evolutionair gaat het eigenlijk veel te langzaam en werkt het soms ook tegen ons. Ja, stress tijdens de zwangerschap. Bea van den Berg heeft daar een hele mooie review over geschreven. Vind ik echt een hele grote prestatie. En zij laat zien hoe stress... Ze heeft heel veel studies naast elkaar gelegd. En ze heeft zelf trouwens ook daar veel onderzoek naar gedaan. Hoe stress tijdens de zwangerschap ook al gevolgen heeft voor de biologie van het kind. Dus de breinontwikkeling. Het stressresponssysteem wordt eigenlijk al afgesteld daarop. Die HPA-as die wordt door beïnvloed. En ook het autonoom zenuwstelsel. En de gevolgen op de lange termijn. Hè, voor de cognitieve ontwikkeling. Voor het temperament. Heel vaak zeggen we, temperament is iets wat je aangeboren hebt. Dat is ook wel zo. Maar wordt dus ook al beïnvloed tijdens de zwangerschap. En, dat daardoor ook psychische grotere kans is op psychische problemen. En zij noemt een heel rijtje. Ik heb er een paar genoemd. ADHD, depressie, angst, maar ze heeft een hele waslijst aan psychische problemen waar je kans op hebt. Ja, wat betekent dit? Hè? Impact van trauma, de ACEs, dat begint dus al in de vroege kindertijd. Dus niet zo pas in de volwassenheid dat je dat gaat merken, maar dat zagen we natuurlijk ook al in het onderzoek hè, door de TNO. Dat het al meteen de kwaliteit van leven en de beleving van de kwaliteit van leven naar beneden gaat. En dat die schade levenslang kan zijn. Het is trouwens niet zo als je ACEs, dat je veel ACEs hebt, dat het onomkeerbaar is. Het is niet zo van je hebt dat nou eenmaal, nou ja, die schade heb je opgelopen. En het brein is ook enorm plastisch, dus er kunnen heel veel kannen gerepareerd worden. Maar de schade kan wel levenslang zijn. En ik denk dat
voor ons als hulpverleners, maar ook voor de beleidsmakers, de preventie en het stoppen van ACEs, dat dat een heel erg belangrijk iets is. ACEs signaleren en behandelen. Dat eerste plaatje, het signaleren van hey, dit is een gezin wat onder stress leeft, waar dan ook door. En dan helpen wat je kan, ja, hoe je dat kan stoppen, die invloed van ACEs. En hoe, juist ook door beschermende relaties, hè, hoe daar dat laatste plaatje, hoe dan de invloed van ACEs ook teruggebracht kan worden als er veilige, bufferende, responsieve relaties zijn. Nou, dan ga ik langzamerhand naar de risicolijst toe. En dit had Marja ook al genoemd, die diagnostische driehoek van Papoussek. Hè, dat die oude kindrelatie, die wordt beïnvloed door oude factoren, kindfactoren en omgevingsfactoren. En dat is een heel complex samenspel. En die risicolijst, ik weet eigenlijk niet meer goed, Marja, hoe wij er nou bij kwamen om een risicolijst, zat ik nog weer terug te denken. Maar volgens mij had het er wel mee te maken dat het soms zo, baby's kunnen nog niet voor zichzelf praten, jonge kinderen ook nog niet, die kunnen niet aangeven van hallo, dit gaat niet goed met mij. Dus het is juist ook de omgeving en de hulpverleners die een signalerende functie hebben. Maar vaak is het heel complex. Gezinnen waar veel stress is, er is van alles aan de hand. En dan is het soms heel moeilijk om te wegen van, hey, is dit nou ernstig genoeg? Moeten we hier iets mee? En zo ja, wat? En dat wij dachten van, het zou mooi zijn als je een soort lijst hebt waarmee je voor jezelf kan in kaart kan brengen wat die risico's nou zijn. Hè? Een risico op wat kindfactoren zijn, wat omgevingsfactoren zijn, wat oude factoren zijn. En dat je dan een soort weging voor jezelf kan maken. Nou, volgens mij had jij contacten in Engeland met meneer Balburnie. En die is heel erg actief geweest in 1001 kritieke dagen, zeg ik dat goed? Ja. En hij heeft dus een risicolijst gemaakt, onder andere op basis van de ACE-studies. En die hebben wij vertaald en die hebben we ook een beetje aangepast aan de Nederlandse situatie. Dus we hebben wel, want dat is ook wel zo, hij was in Nederland, ik geloof in oktober. En toen heb ik ook met hem nog even over die risicolijst gehad, die hij dus had gemaakt. En toen zei hij ook van ja, een risicolijst, risico's ontstaan altijd zijn altijd contextgebonden. Dus ook deze risicolijst is contextgebonden. Je kunt hele lijsten maken van risico's, bijvoorbeeld in oorlogsgebieden of in India zijn hele andere risico's dan hier in Nederland. Dus het is, deze risicolijst is niet uitputtend, hè, en die is ook wel heel duidelijk aan onze westerse maatschappij gebonden, zou je kunnen zeggen, aan die context. En we hebben, de bedoeling is echt dat je hem als hulpmiddel gebruikt, hij is voor professionals. Dus het is niet de bedoeling dat je met ouders gaat zitten aan de tafel en dat je denkt van nou, we gaan eens even samen die lijst invullen. Ja, ik denk dat dat heel erg belastend is voor ouders. Maar het is een hulpmiddel voor professionals om voor jezelf in kaart te brengen, wat zijn nou de risico's in dit gezin of met deze ouder en deze ouder-kindrelatie. En om een weging te maken. En dit is hem dus. Het is een. Is dit om te lachen? Ja, dit is niet te lezen, dat hoeft ook helemaal niet. Ik wil alleen even laten zien hoe hij eruit ziet. Dit is de voorkant. Dit is de achterkant. Kijk. Dus, en je ziet dat. Ik weet niet of je dat kan zien, maar je kan dat waarschijnlijk wel op het scherm zien: dat er stukjes in het rood staan en stukjes in het zwart. En de rode stukjes, dat gaat over risicofactoren die eigenlijk ernstiger zijn dan die in het zwart. Dus als er rode zijn, dan is er wel iets dat je meer waakzaam moet zijn of misschien wel in moet grijpen of helpen. In ieder geval nadenken, wat kunnen we doen? Hè, dat het risico groot is. En in het zwart, we hebben hier ook eigenlijk een soort weging. Van als er, dat heb jij net ook al gezegd, geloof ik, Marja, van als er op één gebied, hè, dus dan ga ik even weer terug naar de. Hè, als er alleen bij het kind problemen zijn, maar bij de ouder en in de omgeving niet, en de ouders kunnen heel goed met die problemen van het kind dealen, bijvoorbeeld een moeilijk temperament of een vroege geboorte of een handicap, dan
is dat wel een risico. Maar als ouders zich daar heel goed op af kunnen stemmen en er zijn ook geen omgevingsstressoren, ja, dan is het prima. Hè? Dan hoef je daar geen zorgen over te maken. Als er alleen bij de ouder problemen zijn, hè, zou je ook kunnen kijken hoe kunnen we die ouder helpen en ondersteunen. Maar als er op meerdere gebieden, hè, dus als er omgevingsfactoren problemen zijn en de problemen bij de ouder, dan is er eigenlijk al meer risico voor de ontwikkeling van de ouder-kindrelatie. Dus als er in twee gebieden problemen zijn, dan is er eigenlijk al, nou ja, dat je meer alert moet zijn en dat je misschien ook wel op moet schalen. In de zin dat je iemand, een infant mental health specialist of een jonge kind-expert, die zijn hier genoeg in Zwolle, dat je die bijvoorbeeld consultatie vraagt om mee te denken. Ik zal hem nog even erbij pakken. Het is heel eenvoudig eigenlijk. Je leest hem en je zet hierachter een kruisje als het aan de hand is. En hier ook. Hè, je leest hem en je zet hierachter kruisjes. En aan het eind tel je het op en kijk je van bij 4 tot 6 risicofactoren in het zwart. Ja, dan moet je toch wel zorgen gaan. Dan is er een verhoogd risico en in het rood dus ook. Ja, het gaat dus om kindfactoren, biologische kwetsbaarheid van het kind tijdens de zwangerschap en na de geboorte. Nou, ik noemde net al een paar, vroeg geboorte, moeilijk temperament, veel huilen, voedingsproblemen onder andere. De voorgeschiedenis en huidig functioneren van de ouder. En dan gaat het heel erg over die ACEs ook, hè, die we net gezien hebben. Is er een psychische stoornis bij de ouder? Is er middelenmisbruik? Nou, daar is ook een heel rijtje van. Het ouderschap en de interactievariabelen is een kopje. En dan gaat het heel erg over of de ouder zich bijvoorbeeld voorbereidt op de komst van de baby. Of de ouder ook in staat is om zich af te stemmen. Of er oogcontact is. Een heel rijtje. En omgevingsfactoren, nou, dat gaat over armoede, kleine behuizing, geweld, onveiligheid. Nou, echt die ACEs waar we het net al over hadden. Ja, contextueel behandelen van de dimensgroep. We hebben binnen de dimensgroep, ja, eigenlijk is dit een soort staartje. Door die kennis die we hebben van de breinontwikkeling, van de ontwikkeling van het jonge kind en de risico's, hebben we eigenlijk binnen de dimensgroep de handen ineengeslagen met de volwassen GGZ, de jeugd GGZ en de volwassen GGZ. Omdat we denken dat ouders met psychische problemen hebben sowieso al 1 ACEs te pakken. En vaak zijn er nog meer ACEs en we weten uit de wetenschap dat dan een groot risico is dat die ouder-kindrelatie zich problematisch ontwikkelt met alle gevolgen van dien voor het kind, maar ook voor de ouder. Want als de ouder-kindrelatie zich niet goed ontwikkelt, heeft de ouder daar net zoveel last van als het kind. Alleen voor het kind is de toekomst ook nog mee gemoeid, hoe het zich ontwikkelt. En dat hebben wij, die samenwerking tussen volwassenen en jeugd GGZ, die noemen wij binnen die mens contextueel behandelen. En waarom noemen we dat zo? Omdat wij eigenlijk rekening willen houden met de context van de ouder. Die komt voor een psychische stoornis, maar die is ook ouder van een jong kind of zwanger. En dus de relationele context van de ouder, maar ook van het kind. En ook de maatschappelijke context. Dus of dat we ook kijken van hoe zit het met financiën, met armoede, met de huisvesting, veiligheid. En niet dat we dat zelf allemaal kunnen, maar wel dat we dat in ons hoofd hebben, omdat dat invloed heeft. Want in de GGZ is het zo dat de volwassene, hè, die komt binnen en die heeft een psychische stoornis en die wordt behandeld. Kinderen komen bij jeugd binnen en dat zijn 2 gescheiden werelden. Mensen worden ook gescheiden opgeleid. Je wordt opgeleid tot een kinder en jeugd of je wordt opgeleid tot een volwassen psycholoog, hè, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater. Maar dat zijn 2 gescheiden werelden. En wij hebben dus gezegd, wij willen ouders met psychische problemen en jonge kinderen, die willen we samen behandelen, geïntegreerd. En daar hebben we een team voor, van 0 tot 6. En intussen hebben we in Zwolle ook een team voor 6 tot 18. En dan, wat doen we dan? De volwassene krijgt gewoon de behandeling bij de volwassen afdeling. Hè, de state of the art, die krijgt gewoon wat hij nodig heeft. Maar tegelijkertijd bieden wij ook aan van om mee te kijken in de ouder-kindrelatie en daarin te ondersteunen. En dat doet de jeugd GGZ. En we overleggen samen in een MDO.
En we willen kwalitatief betere zorg leveren en de overdracht van psychopathologie hiermee beperken. Want de overdracht van psychopathologie van ouder op kind is ontzettend hoog. En dat gaat echt niet alleen via de genen, hè, zoals je vanuit het medisch model misschien wellicht zou denken. Maar omgevingsfactoren, nou, daar hoef ik denk ik niet meer nog veel over te zeggen. Want dat gaat de hele presentatie over hoe omgevingsfactoren eigenlijk ook ziekte, fysieke en mentale problemen in de hand werken. Nou, we hebben dus een gezamenlijk multidisciplinair team. Uiteraard moeten ouders daar toestemming voor geven, dat we samenwerken, dat we informatie delen, want dat mag niet zomaar. En we willen maatwerk bieden, dus elk gezin die binnenkomt, hè, waar ouder en kind samen in behandeling zijn, kijken we wat is hier nodig. We hebben niet een aparte programma wat we gewoon afdraaien, zal ik maar zeggen. Nou, dit is een speciale behandelkamer waar we ouders en kinderen zien. Dan zitten we ook op de grond. En gewoon niet op stoelen, hè, met een kind in de buggy of in de wagen. Maar de baby of het jonge kind speelt gewoon. En ouders zitten op de grond. Wij zitten ook op de grond, zodat we toegankelijk zijn. We hebben ook een ouder-kindgroep. Dat is de PLONS. Daar is een volwassen behandelaar en een jeugdbehandelaar. En er zijn 4 ouder-kindparen of 5. En de therapeuten die dat hier doen, die zitten ook in de zaal. Dus mocht je interesse hebben, zijn ook folders. Misschien willen jullie even je hand opsteken. Mark en Anneke, die leiden deze groep. En die doen dat met heel veel enthousiasme en passie. En ouders zijn ook eigenlijk heel tevreden. Dus tot ruim 2 jaar, hè, mag het kind zijn. Ja. Ja, psycho-educatie wordt gegeven, wordt samen gespeeld, geobserveerd, filmpjes gemaakt. En het gaat ook heel erg over nadenken, samen nadenken of leren nadenken over de binnenwereld van je kind en het delen van ervaringen. We hebben ook nog maar dat zeg ik niet goed. De kern heeft ook een armoedesignalenkaart ontwikkeld. Die is ook gewoon op internet te zien, maar ik heb hem ook even meegenomen. Hoe herken je armoede? Hoe maak je het bespreekbaar? En oplossingen. En er komt ook deze is al online. Ik heb het adres eronder gezet. Omdat we ook weten dat waar armoede is, is ook een enorme prevalentie. Daar komt ook veel meer ACEs voor. Niet zo verwonderlijk natuurlijk. Er komt trouwens ook, de risicolijst komt ook online. Maar dat kost nog even tijd en geld. Maar die mensgroep is wel van plan om die ook online te doen. Dus dan is die ook beschikbaar. Nog even terug naar het dilemma van het begin. Hè, van de SPV'er die zich zorgen maakte over de moeder die zwanger was. 5 maanden en psychische problemen had. Hè, het dilemma tussen normaliseren versus problematiseren. Vroeg interveneren of afwachten. Bijna iedereen stak zijn vinger op van, nou, ik deel die zorg wel, hè, met die SPV'er. Heeft iemand ook een idee over hoe je dat met die moeder zou kunnen bespreken? Of wat je zou kunnen doen? Want ik denk dat die moeder zich van geen kwaad bewust is. Hè. Die is zwanger, de baby is er nog niet, ze heeft de hoofd vol stress. De baby zit wel in de buik, maar zit nog niet in haar hoofd, zit ook nog niet in haar hart. Maar wij maken ons daar zorgen over, maar waarschijnlijk deze moeder helemaal niet. Wat zou je kunnen doen? Moeilijk, hè? Ik zou het ook moeilijk vinden. Het is niet dat ik denk van, oh ja, dat doen we zo even. Nou, ik weet niet, ik geloof het niet. Niemand durft zich eraan te wagen. Ik denk zelf dat het ontzettend belangrijk is om je eerst goed in die moeder te verdiepen en te kijken van waar is hier de port of entry? Hoe kan je dit zo bespreekbaar maken dat je haar niet blamet, maar dat je haar wel gaat ondersteunen en tegelijkertijd ook het kind dus in de kamer wat in de buik zit, maar wat nog helemaal niet gevoeld wordt en wat ook helemaal nog niet in het hoofd zit, dat je iets doet, hè, kijkt of er iets mogelijk is door vragen te stellen. Dat die moeder zich meer met het kind gaat verbinden. Dus dat het in ieder geval een onderwerp wordt. En niet aanvallend, maar meer steunend. En kijken of dat lukt. En dan vervolgens kijken of ze ook steun of hulp nodig heeft. En dan zou, binnen die mensgroep tenminste, zou dan iemand van jeugd ook betrokken kunnen worden. Zo zou ik het doen. Maar misschien hebben jullie andere ideeën. Nog 1 minuut? Oké.
Nou, wat ik hoop dat jullie in ieder geval meenemen, hè, is dat in je hoofd dit mooie staatje, dat je ziet van die breinontwikkeling, die is ontzettend beïnvloedbaar hè, en plastisch in het begin. Het vermogen van het brein om te veranderen is heel groot in het begin en neemt gedurende het leven af. Wij zitten allemaal, denk ik, zo ongeveer hier. Hè, onderschat ik jullie. Misschien hier ook nog. Maar goed, de beste tijd hebben wij gehad voor ons brein. En dat je je realiseert hè, hoeveel er hier nog kan. En hoe dat afneemt. En daar zit ook een economisch plaatje onder. Dat roept wel veel op, zeg. Ik weet niet of er beleidsmakers in de zaal zitten, maar als je je geld uit moet geven, dan is het heel erg, loont het heel erg om dat hier te doen. Hè? Vroeg investeren is het meest kosteneffectief. En hoe langer je wacht. Hè? Ik had nog 1 minuut. Dank voor de aandacht. Ja, sorry. De risicolijst, als je die wilt. Wij doen onderzoek binnen de jeugd GGZ en die mensgroep. Of die mens doen we naar contextueel behandelen. Het is een mooi aanbod, maar eigenlijk weten we nog heel weinig. Zo van, ja, wat moet je nou eigenlijk doen en wat werkt voor wie in welke context? Dus wij doen onderzoek daarna. Er is een website van www.contextueelbehandelen.nl. Als je daarop gaat, dan kun je ook de risicolijst daarvan afhalen. En hopelijk komt die over een poosje online. Marilene, ik geef jou het woord.